Dit is de KRO op Nederland 1. Tot 10 uur, dames en heren, kunt u kijken naar het programma Wie in Nederland wil zingen, samengesteld en te presenteren door Han Peekel. Het is een overzicht van cabaret in Nederland vanaf 1960 tot 1975. En het jaartal 1960 is als uitgangspunt voor dit programma gekozen, omdat cabaret in Nederland ongeveer toen meer werd dan alleen maar de grote drie. Er kwamen studentencabarets, er kwamen groepen als Tingeltangel en Lurelei, en vrijwel alle stromingen, groepen en cabaretiers die in die periode belangrijk zijn geweest voor cabaret in Nederland, zult u zien en horen in dit programma Wie in Nederland wil zingen. Ik ben Hans Peekel van de KRO. Mag ik u misschien even een vraag stellen? Dat ik me kan beantwoorden. Houdt u van het Nederlands cabaret? Nou, ik kom nergens. Want ik ben maar alleenstaand en het zit er niet in, hoor. Nee? Namen als Toon Hermans, Wim Kan, Wim Sonneveld? Ik vind het moorddadige kerels. Wim Kan en Sonneveld vroeger. Ja? Ja. Waarom Sonneveld? Ja, dat vond ik heel bijzonder. Bespelen van het publiek. Dat is een beetje cynisch, maar ja, daar hield ik me van. Toon Hermans. Die heeft mijn voorkeur wel, ja. Waarom Toon Hermans? Speciale humor, altijd correct. Nee, ik vind het een fijne artiest. Ik vind Paul van Vliet erg goed. De laatste keer de show van Seth Gaaikema vond ik erg meevallen. Goedenavond. Goedenavond. Dit is de Katholieke Radioomroep. Met een speciaal programma. In 1960 zou je een scharnierende tijd kunnen noemen. Het luidde een tijdperk in van grote verandering. De woningnood werd minder scherp volksvijand nummer 1, de scooter zou gaan verdwijnen en de eerste jongetjes met gitaar dienden zich aan. Als jonge vrouw van 21 jaren kijkt zij hooghartig naar scooter met man. Die haar romantisch, vlug en voordelig naar betere kringen opheffen kan. Tot 1960 was er in Nederland eigenlijk alleen maar tijd geweest voor de wederopbouw. Geen tijd voor flauwekul. Veel oorlogsleed moest worden vergeten en het ging het best door hard te werken. Dus kwamen er grotere havens, betere wegen en meer huizen. En er was weinig tijd voor wie wou zingen over moeilijke dingen dan Ik hou van jou. De welvaart ging voorlopig voor. Voordat we dan verder gaan, willen we graag even de kaart van Nederland samen opfressen. We hebben hem dan hier opgehangen, dat iedereen goed kan zien. En allereerst zie je al direct bij het kijken naar de kaart van Nederland dat Nederland een echt vrij land is. Want we hebben maar aan twee kanten hebben we grenzen. En we moeten eigenlijk nog blij zijn dat we die hebben, die grenzen. Want stel dat ze er helemaal niet waren, dan zou u zomers tegen uw kennissen moeten zeggen van nou, wij gaan dit jaar niet naar het buitenland. En dan zouden zij zeggen met een begrijpend lachje van haha, geen geld zeker. En dan moest u zeggen nee, geen grenzen. Dat zou natuurlijk vervelend zijn. Zo rond 1960 begon er veel te veranderen. Want de inhoud van het loonzakje kon je ook besteden aan zaken die men toen met een nieuw woord consumptieartikelen noemde. De tv, de wasmachine, de ijskast verschenen in het huisgezin. De Nederlander ging minder aardappel eten. Liflafjes en wijn deden hun intrede. En mede door de invoering van de vrije zaterdag kreeg de Nederlander meer tijd voor de genoegens van het leven. Voorlopig nog mondjesmaat. De nozems werden keurige soldaten met kort geknipt haar. Gezag en orde, een vaderlandse deugd. De kerk, vooralsnog, een onwankelbare veste. De zondagse kerkgang, een vanzelfsprekendheid. Er heerste rust en stilte. En in het kleine Nederland was er voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht. Op een leek maakt ons land nu eenmaal een wat kleine indruk. En daarom is het ook belangrijk af en toe eens te vermelden dat dit niet alles is wat we hebben. We hebben er nog van alles bij. Bijvoorbeeld Aruba hebben we er nog bij. En Bonaire hebben we er nog bij. En Curaçao ook nog. Het is eigenlijk grappig dat in de tijd toen we die erbij kregen, dat we die maar vast de ABC-eilanden noemden, omdat we dachten dat dat nog maar het begin was. Hier is onze vierde Pinksterbloem en ik zou hem zo graag eens behezen. Dit is de Dam. Recht is recht, krom is krom, liefde op wat begrepen voor de vrienden. cabaret gedijt het best in woelige tijden. En dat waren de jaren 60. Rookbom voor de Gouden Koets, Maagdenhuisbezetting, Phil Bloem naakt op de televisie en die vier jongens uit Liverpool. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Als ik zeg dat ik verdrietig ben, dan bedoel ik dat ik de vogels en de bloemen niet meer ken. Ik zie alleen maar dode blaren in het zwarte water van een ven. Dat bedoel ik als ik zeg dat ik verdrietig ben. Als ik zeg dat ik het leven triestig vind, zie ik alleen maar kale takken bewegen in de wind. De verbijsterde ogen van een voor het eerst bedrogen kind. Dat zie ik voor me als ik zeg dat ik het leven triestig vind. 100 minuten cabaretgeschiedenis in vogelvlucht. Uiteraard niet volledig, want daar zijn 100 minuten te kort voor. We beginnen in 60. Een zekere Jules de Corte. Wie in Nederland wil zingen over moeilijkere dingen dan ik hou van jou, kan zich beter niet vermoeien en zijn nachtrust niet verknoeien. Hij komt toch niet uit de kou. Want de mensen willen toch alleen maar horen over die of gene hele oude toren, met natuurlijk ook een heel oud klokkenspel. Ach, ik weet zo onderhand, men weet je wel. In die oude lindenkast, waar tegen zo menig hondje plast, hebben wij lang geleden onze namen in goud gesneden. Hebben wij lang geleden onze namen in goud gekrast, allemaal. Wie in Nederland wil zingen over moeilijkere dingen dan mijn hart doet pijn, zal het telkens weer ervaren dat zijn scheppingen als het ware bijna onverkoopbaar zijn. Want de mensen willen toch alleen maar deinen op de maat van de stomzinnigste refreinen over een of ander dorpje in het dal, of een merrie die op weg is naar de stal. En mijn hart is zo bang en ik wacht al zo lang. Zeg niet nee, maar ga mee naar de huwelijkszee, allemaal. Wie in Nederland wil zingen over moeilijkere dingen dan mijn liefdeslied, kan zich keren en zich wenden in geluk of in ellende, maar hij redt het daarmee niet. Want de mensen willen altijd weer verzinken in verhaaltjes over sterretjes die blinken, of een lentekind met rozen op haar hoed. Ach, ik weet zo onderhand wel hoe het moet. Mijn ziel zat vol donkere gedachten, toen kwam jij met je zonnig gelach. Het stadhuis staat al uren te wachten en over een jaar krijgen we kindertoeslag. Wie in Nederland wou zingen over moeilijke dingen dan ik hou van jou, stond anno 1960 voor een ondankbare taak. Het publiek wilde graag meedijnen op de maat van de stomzinnigste refreinen, maar dat je naar een tekst van een lied ook zou kunnen luisteren, was een rariteit van Franse oorsprong. Het was inderdaad aan de geweldige bloei van het Franse chanson in de jaren 50 te danken, met onder andere Georges Brassens, dat hier in Nederland op zolderkamertjes jonge onderwijzers en studenten liedjes gingen schrijven waar het ook ging om de tekst, of eigenlijk vooral ging om de tekst. Dat dat geen gemakkelijke taak was, blijkt wel uit de plakboeken van een paar artiesten, zoals bijvoorbeeld Gerard Cox. Het plakboek ziet eruit of het regelmatig in een hoek werd gesmeten. En daardoor vertelt het ook iets over zijn karakter. Maar dat geldt eigenlijk voor alle artiesten. Zo ook bijvoorbeeld Hans van Deventer. In zijn plakboek staat ergens verbitterd over het Nederlands publiek. Het pakboek van Seth Gaaikema toont bijvoorbeeld weer een mens die heel zorgvuldig alles inplakte wat er over hem werd geschreven. Terwijl Paul van Vliet met heel veel lol en met heel veel genoegen alle details ook inplakte, zoals bijvoorbeeld treinkaartjes en suikerzakjes. Die plakboeken waren een van de bronnen van deze kleine 100 minuten durende bloemlezing van het Nederlands cabaret en chanson. Dat Nederlands chanson werd herboren op een plek waar je het eigenlijk het minst zou verwachten, namelijk tussen het kille en grijze beton van het herbouwde Rotterdam. In Rotterdam werden sinds 1959 de middagen van het Nederlandse chanson georganiseerd. De functie van deze middagen was dat de schaarse schrijvers van het luisterlied elkaar konden ontmoeten en ervaringen konden uitwisselen. Op de middagen debuteerden mensen als Seth Gaaikema, Jaap Fischer, Peter Blanker en Gerard Cox. Het was een tamelijk elitair clubje, maar dat kwam omdat er nog maar een handjevol publiek bestond voor het Nederlandse chanson. Organisator was de vrouwenarts Dr. Pannenkoek. Nou kozen we voor die middag de naam, de middag van het Nederlandse chanson. Daar ben ik ook hier en daar nog wel over aangevallen. Het was natuurlijk pretentieus. Maar het was juist de bedoeling om daarmee aan te duiden waar we op mikten. In die tijd maakte het Franse chanson een enorme opbloei door. Dat was voor mijn gevoel voor de oorlog eigenlijk begonnen met Trenet. En toen kwamen mensen als Brassens, Aznavour, Mouloudji, Ferré. Die allemaal op mij een hele grote indruk hadden gemaakt. Ik wil dus aanduiden waar we op mikten. Niet dat we even goed waren als die mensen, dat was echt niet de bedoeling. Eigenlijk is het begonnen op een zondagmiddag, toen Paul van Weely hier logeerde. Toen kwam opeens een andere liedjesmaker aanwaaien. En dat was een jongeman uit Groningen, Seth Gaaikema. Die was net bezig met een studentencabaret daar. En die wilde Van Weely graag ontmoeten. En dat is toen hier gearrangeerd. Toen hebben we die hele middag aan de piano gezeten. En eigenlijk verschrikkelijk veel plezier gehad met elkaars liedjes. En dat was me wel eens eerder opgevallen, toen ik Paul leerde kennen ook. Hij vond het leuk wat ik deed en ik vond het leuk wat hij deed. En je hoort dan eens, je ziet dan eens hoe andere mensen die problemen benaderen die zich voordoen bij het maken van zo'n liedje. Het is een heel naardom jongetje dat op de school niks presteert, maar met zijn scherp vlijmscherp tongetje zijn kleine wereld regeert. Zijn lieve ouders en zijn verwanten tyranniseert die dag in dag uit. Hij wil de baas zijn aan alle kanten. En gaat het niet naar zijn zinnetje, dan is het huisje te klein. Dan wordt hij kwaad als een spinnetje en u weet zelf hoe zo'n spin dan kan zijn. Gerard maakt op mij direct een bijzondere indruk. Was erg gevoelig en erg muzikaal wat hij deed. En ik heb ook altijd erg veel plezier in zijn carrière gehad. Geert de Koks heeft altijd best willen weten dat hij Rotterdammer is. Ik hou van de stad. Ik heb er altijd gewoond. Ze ligt voor me, warm en bewegend, met kloppende aderen. En ik ben erin en verbaas me over de rechtlijnige schoonheid van de buitenwijken en de ongeorganiseerde huizerijen verderop. Een rommelige erfenis van de eeuwwisseling. In 1962 besloot de onderwijzer Geert Koks om beroeps te worden. En dat viel niet mee in de beginjaren. Er was weinig belangstelling voor zijn liedjes. Hij schreef zijn verzen op een zolderkamertje en kende in die tijd bittere armoede. Laatst ontmoette ik een hele lieve schat, die al heel erg gauw mijn hart gestolen had. Maar omdat ik dat terug wilde en zij wegliep, gingen we gauw wat wandelen. En we hebben toen wat nader kennis gemaakt. En zo beurtelings elkaars genoegens gesmaakt. En nadat we ons aan een stille weg in het gras hadden gelegd, heb ik haar voor de eerste maal gezegd: niets is zo mooi als Jacqueline, niets is zo mooi als jij, mijn Jacqueline. Maar omdat je van het kussen ook moe wordt, want na een tijdje schiet je adem haast tekort. En dan ga je, terwijl je uitrust, zomaar wat met haar praten. Maar toen begonnen de moeilijkheden pas, want het was er eentje van het artistieke ras. En de moeilijkheid van een gesprek dat zo heel erg artistiek is, is dat je niet meer weet wat gezond en wat ziek is. Niets is zo mooi als Jacqueline, niets is zo mooi als jij, mijn Jacqueline. Gerekend naar het normale liefdespel, betekent een kus toch minstens, ik mag jou wel. Maar artistiekelingen zijn niet zo gevoelig, want ze vertelde me toen al gauw, je moet niet denken dat ik van je hou. Want dat ik je af en toe met tussenpozen zoen, komt alleen omdat ik niets beters heb te doen. Niets is zo mooi als Jacqueline, niets is zo mooi als jij, Jacqueline. Ze zei, ik heb nog vriendjes bij de vleet, waar ik zo om de beurt het liefdesbrood mee eet. Ik heb graag iedere avond van de week een ander. En nauwelijks had ze dat allemaal verteld, of op een scooter kwam een baardman langs gesneld. Ze sprong achterop en beiden zijn toen weggereest. En sindsdien ben ik niet meer aan de beurt geweest. Niets was zo mooi als Jacqueline, die mij haar benen zonder emotie heeft laten zien. Dat mensen als Geert Koks grammofoonplaatjes konden maken, was te danken aan de studenten grammofoonplaatindustrie. En dat was een uitvinding van een zekere Luc Weideveld. Het idee was ontstaan in Groningen in 1958 bij een lustrum. Het toenmalige studenten-opera-gezelschap uit Groningen gaf namelijk een uitvoering van Kurt Weill's Drei Krasjenoper. Er was ook een heel aardig studentje aanwezig en daar had Luc wat trek in. En hij probeerde een hele opmerkelijke versieringsbabbel. Want hij zei op een gegeven moment tegen haar van, ik zou best van deze uitvoering een grammofoonplaat willen maken. De hartelijke lach die klonk bewees hem dat het weinig indruk had gemaakt. En hij deed er nog een schepje bovenop door te zeggen van, nou, dan nemen we de plaat op in Den Haag. En dan nodig ik ook nog een studentje uit Leiden uit, een zekere Trix van Oranje. Het meisje gleed onder de tafel, huilend van de leut. Maar toch was deze versieringsbabbel aanleiding tot het ontstaan van een van de meest markante uitingen van het turbulente studentenbestaan. Namelijk de studenten grammofoonplaatindustrie. Het was een rommelig bedrijfje en het gaf een aantal studenten toch een aardige broodwinning en een reden om te kunnen studeren. Maar bij de verbreding en de opbloei van het naoorlogse cabaret en chanson is de SGI ongetwijfeld de baker van bij de wieg geweest. Het heeft mensen voortgebracht als Jaap Fischer, Gerard Cox, Hans van Deventer, Lieselore Gerritsen, Paul van Vliet, Marijke Philips, enzovoort, enzovoort. Maar ook een zekere Seth Gaaikema. Ik wil even één ding zeggen. Je praat over de SGI, hè? En dat was Luc Weideveld. Dat ging weer goed, hè? Dat waren jongens die deden, die spraken zo, weet je wel. Helemaal zo'n beetje braller eigenlijk. Hele goede jongens, Ruelbols, de Blanke Pit. En ik weet nog goed dat ze dan, wouden ze ook eens maar bij een plaatje maken. Dat hebben we later gemaakt in 59. Dat liep heel opeens oud uit. Maar het gek was, toen zouden ze komen in Groningen. Hadden ze een afspraak gemaakt, geloof ik, om 11 uur. En toen, om 10 uur, toen belden ze opeens op in Groningen, in mijn studentenhuis. Ja, hallo zeg, met Luc zeg. En luister even zeg, we zitten hier met pannen in hier Leeuwarden zitten we pannenpannen zeg. Er is een band is er gesprongen zeg, we moeten nemen een taxi, we komen naar je toe. Toen zei ik, Luc, en als je nou eens die band even verwisselt. Geweldig idee zeg, band verwisselen, natuurlijk joh, dat doen we natuurlijk. En zo ging het, dat beetje, dat helemaal, dat is heel gek, dat was de hele SGI. En dat ging een beetje best om bravoer en doen en set, als je nog een borrel wil hebben, neem nog vooral een borrel voor de stemmen zo. En toch was het ergens, had het iets heel charmants. Want ik vind wel, als je tegenwoordig in gestroomlijnde studio's moet optreden, of platen moet maken, of televisie moet doen, dat vaak juist dat echte stukje sfeer, hè, wat net dat stukje extra van je vraagt, hoe gek dat ook wordt geformuleerd, dat ontbreekt wel eens. En dat had die SGI. Die SGI was echt een soort power en die bracht een beweging in ons studentenleventje. Daar heb ik erg goede herinneringen aan. Maar merkwaardig ook dat er zo ontzaglijk veel mensen toen, zoals Gerard Cox, Paul van Vliet, en noem ze allemaal maar op, uit die SGI-stal zijn gekomen. Is daar nou een verklaring voor? Ja, dat waren jongens die deden wat. Kijk, in die tijd, er was niks. Je had de grote drie. Die waren toen ook al de grote drie. Dat waren de grote drie. De een was geweldig, de tweede was fantastisch en de derde was buitengewoon. En je kon deze zinnetjes kon je ook wisselen, dat gaf niks. Die waren er, die hingen daar zo'n beetje boven aan het plafond. En dat waren de grote drie. En daaronder was helemaal niets. Alleen een paar studenten die eigenwijs groepjes oprichten... zoals Johan Noordmans en Paul van Weely, het Utrecht Studentencabaret. En Paul van Vliet met zijn Leids Studentencabaret. Hans van den Berg met zijn Amsterdam Studentencabaret. Hans Zwelheim met zijn Delft Studentencabaret. Rinus kwam iets later met zijn Haag Studentencabaret. Dat alweer typisch is, want in Den Haag zijn geen studenten. Dat is typisch Rinus, die dat woord studentencabaret alweer een beetje belachelijk maakt eigenlijk daarmee. En dan had je een eigenwijze Seth Gaaikema uit Groningen, die had ook een studentencabaret. En we waren in die tijd paus, hoor. Dat we tegenover elkaar, jongens, een heel eigenwijs. Verschrikkelijk eigenwijs. Ik zelf was enorm eigenwijs. Ja hoor, komt u maar. Leids Studentencabaret. Mag ik uw kaartje? De studenten hadden het cabaret als hobby ontdekt. En ze maakten het beoefenen ervan in brede kring populair. De beste studentencabarets verschenen zelfs op televisie. Zoals het Leids Studentencabaret onder leiding van Floor Kist en Paul van Vliet. En het Haag Studentencabaret met Rinus Ferdinandussen. Ja, kom. Here you see the potato eaters from Gogh. Dank u wel voor de vertaling. Dit zijn dus de aardappeleters van Van Gogh. U ziet daar dus de post bij staan. Die moet er ook bij staan, want de aardappeleters zijn bijzonder schaars tegenwoordig. U ziet wat heeft Van Gogh in de tijd gezien aan sociale ellende. Ik bedoel, heel somber geschilderd. De klei zit er nog op, overal. Hij heeft overal drankmisbruik gezien. Je kunt het hier zien, bottleneck. Wij zijn het volk van de aardappeleters, van melkende meisjes en beheterweters, van Jan en de Wit en van jonge Stavast. Er is ook met het geld in de lenenkast, met kolen en geiten in overvloed en flinke divisies. Alleen als het moet, met gesuikerde koek en met koffie verkeerd. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wij zijn het volk van de slagroomgebakjes, van stampotjes, restjes en klikjes en pakjes. Voor alles een hek en een perk en een paal. En een lekkere jus bij het middagmaal. Met koeien en stieren van het edelste ras. En het landschap ligt overal waterpas. Wij zorgen zo goed voor de burgerlijke stand, want we hebben een vader, het moedertje land. Dit is Appel. Rotzooi, zei ik vroeger. Maar Appel is nou een vriend. Nou zeg ik, Appel? Zo'n peer. Appel heeft de mens gezien. Appel zegt, je moet door de mensen heen kijken. Achter hun vinkenoog gezien. Ja, dat heb ik allemaal uit deze courant. De Grafhorster Courant. En in deze krant kunt u lezen dat wat u en ik momenteel aan het doen zijn, dat is niet goed. En hij heeft ingestaan dat cabaret, dat is de zwijmelwijn der zonde. En dat heb ik altijd wel geweten. Ik heb altijd gedacht, van cabaret naar zonde, dat is maar één stap. Horst. In 1967 hangt een verdrietig mens zijn gitaar aan de wilgen. Het was de dichterzanger Hans van Deventer, die ongetwijfeld de meest miskende chansonnier uit de jaren 60 was. Hij had prachtige liedjes geschreven, opmerkelijke zelfs, zoals anti-taptoe-liederen. Maar door een hinderlijk gebrek aan zelfvertrouwen durfde hij niet op te treden en verdwenen zijn liedjes, zoals hij zelf zei, als een scheet in een hooikist. In 1967 schrijft hij erover in een onvoltooid lied. Ik kan de muze niet steeds met mij laten lopen als een moeder met een weerzinwekkend kind, die iedere dag opnieuw toch zal hopen dat iemand het eens niet zo lelijk vindt. Hans van Deventer. Petrushka, is je grijze haar? Valt het afscheid van je jeugdje dan zo zwaar? Zijn je droge lippen zich opeens bewust dat zij al zo'n lange tijd niet zijn gekust. Kom, droog je tranen, Petrushka, kijk eens om je heen. Er zijn er zo wel meer dan jij alleen. Och, waarom huil je, Petrushka, is het om een woord dat je in je leven maar zo zelden hebt gehoord? Of is het om de mensen die jouw hart van goud ongevraagd tot klaagmuur hebben omgebouwd? Kom, droog je tranen, Petrushka, kijk eens om je heen. Er zijn er zo wel meer dan jij alleen. Och, waarom huil je, Petrushka, fluistert in je hoofd altijd weer de eenzaamheid die jou al was beloofd, toen je als een grap van onze lieve Heer schots en schreef ter wereld kwam, men naar niets meer. Kom, droog je tranen, Petrushka, kijk eens om je heen. Er zijn er zo wel meer dan jij alleen. Vertelt hoe gezond en sterk wij zijn, hoe slim en welgesteld. Jij huilt onze tranen, jij draagt ons verdriet. Zonder het duister kan ook zelfs het zonlicht niet. Dus droog je tranen, Petrushka, kijk maar om je heen. Wij lachen dankzij jou en jou alleen. Wij lachen dankzij jou en jou alleen. De jaren 60 werden gekenmerkt door rellen rondom cabaret-uitvoeringen. Het VARA-programma, zo is het toevallig ook nog eens een keer, met het zeer berucht geworden nummer Beeldreligie. Honderdduizenden mensen werden er toen erg boos om. Lurelei cabaret, zalen die leegliepen, burgemeesters die de zaal verlieten. Gerard Cox met het beruchte nummer Och Arme Oude, dat ging over de koningin. En dat zijn een paar van de vele voorbeelden van de rellen die de jaren 60 kenmerken. Toch waren het juist deze rellen die het cabaret een zeer belangrijke maatschappelijke functie gaven. Namelijk die van taboe doorbreken. De rellen verschaften namelijk het excuus om over zaken te gaan praten met je buren die daarvoor niet bespreekbaar waren. Was je in de jaren 50 nog een viezerik als je sprak over, vergeef me de woordspeling, een heet hangijzer als homofilie? Mede door de rellen werden dat soort onderwerpen bespreekbaar en verdween de waas van het taboe. Want het nieuwste entertainment is de rel. De rel! De rel! De rel! De rel! Rel, de rel, rel, de rel, de rel, de rel, de rel. Rel, de rel, de rel. Rel, de rel, de rel. Erik Hermst, waarom hebben jullie deze titel gekozen? Omdat, geloof ik, dit een van de belangrijkste elementen is van deze tijd. Alles gebeurt met rellen. Het is een beetje opgewonden tijd. Iedereen is aan het rellen. Voor dit of tegen dat. Er is één nummer in wat al min of meer een relletje veroorzaakt heeft. Welk is dat? Dat is het nummer Arme Oude. Er is heel wat aan de los, dat weet ik best. Maar mijn moeder heeft dezelfde mankementen. Die is ook zo bijgelovig als de pest. Die is af en toe ook aardig op de centen. Het heeft Erik al gezegd over een provo die dus een bepaalde relatie heeft. Die in een bepaalde relatie staat tot koningin Juliana. Ze lijkt namelijk zoveel op zijn moeder. En het is natuurlijk erg moeilijk voor de brave jongen, want hij wil aan de ene kant dus dat koningshuis weg hebben. Maar ja, telkens als hij dus koningin Juliana ziet, dan denkt hij, ach god. Arme oude, blijf maar zitten op je troon. Ach, wat zouden wij jou daar nou af gaan douwen? Blijf maar zitten, net als vroeger, doodgewoon. Arme ouwe, arme ouwe. Was het nou met opzet dat jullie dingen deden waarmee je bepaalde taboes mee doorbrak eigenlijk... en daardoor een enorm belangrijk maatschappelijk functioneren op gang bracht? Namelijk dingen bespreekbaar maken. Nee, maar wij zijn er toen op een gegeven moment vooruit gegaan. Als je dus in het gewone leven over allerlei dingen kan praten... en in discussies allerlei dingen kan zeggen... dan kun je ze dus ook in cabaret te berden brengen. En dat viel vaak wel verkeerd. Cabaret is in een hele tijd lang is dat zoiets geweest als... nou, inderdaad, een avondje amusement. Jarenlang is het nog zo geweest van cabaret is een accordeonist en een jongleur en een zangeresje en zo. Nou, toen zeiden we, nou, in cabaret kun je dus hetzelfde doen als je in het gewone leven doet. En dan kom je natuurlijk op honderd. Ja, want dan zeg je dingen die mensen dus rond de tafel gewoon bij elkaar op visite zijn of zo wel zeggen. Maar als je dat van een toneel af zegt, dat is nog steeds zo. Dan ga ik het toch nog even hebben over de grote drie. Wie zijn dat? De grote drie. Daar ben jij er dus één van. Dan gaan we het niet over jou hebben bij deze vraag, maar dan vraag ik jou... wat is het verschil tussen Wim Kan en Wim Sonneveld? Corrie Vonk. De jury, Dolf van der Linden, Piet Scheffer, Lex Karsemeijer, Jan Koopman, Gert de Roos. Nou, moe. Wim Kan! Wim Kan was de enige van de grote drie die in de 60 jaren niet voor de televisie wou optreden. Dit is een van de zeldzame keren dat hij op tv verscheen en wel om een prijs, de Edison, in ontvangst te nemen. Dat was op het tweede Krankaliudisk in het begin van de jaren 60. Dames en heren. Wim, je weet het niet precies, want je bent natuurlijk net binnengekomen, hè? Net aan. Het gaat erom dat je vocaal... Ja. De beste... Dan hoef je niet te vragen wat een rotseizoen ze gehad hebben. Wim, ik hoef het je niet te zeggen. Je weet het wel, je bent een geweldenaar, je weet het. Ik zeg het nog een keer. En jullie gaan morgen op reis. Neem hem mee, zou ik zeggen. Dat is goed. En vertel de douane maar iets. Of doe er iets in. Wim, ik weet, je hebt ontzettend weinig tijd, want je moet nu direct weg. Ik zou je alleen willen vragen... Hè? Nee, nog inpakken? Ach jee. Wim, ik zou willen zeggen... Zou je iets willen zeggen tegen het volk, tegen de regering? Je mag ook je tong uitsteken of zo. Dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om iets te zeggen. Ik ben een beetje overvallen en zo. Geheel onvoorbereid. Speciaal over dat vocale gedeelte. Het is waar, het staat hier. Het staat. Ik heb helemaal niet gehoord wie er in de jury zat. Jo Vincent? Nee. De grote drie bleven in de jaren 60 onwankelbaar de grote drie. Maar er kwam wel meer concurrentie. Een belangrijke stimulans voor die concurrentie was het ontstaan van talrijke vestzaktheatertjes, waar zeer veel jonge artiesten een kans kregen zich aan het publiek te toetsen. De beroepsgezelschappen kregen hun eigen huistheatertjes, zoals Lurelei en Shaffi en zoals Tingeltangel al sinds 1958 had. Paul van Vliet opende in Den Haag zijn eigen wat deftige theatertje Pepijn. In een dag en een nacht kan alles gebeuren. Geboren worden... Wakker worden. Groter worden. Groot. Ouder worden. Kleiner worden. Stakker worden. Dood. La la la. La la la. Een dag en een nacht is een handje vol leven. Een dag en een nacht is een handje vol tijd. In het grote verband duurt het eigenlijk maar even. Maar alles komt terug tussen 7 en 7, met het licht en het donker van dood en van leven. In een dag en een nacht, in een handje vol leven. In een dag en een nacht, in een handje vol tijd. La, 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 la. Hoe ben je eigenlijk met Wim Kan in contact gekomen? Met Wim Kan ben ik in contact gekomen door... bevend van eerbied. trillend van de zenuwen. Als die man in Groningen was, in de stad, dan sliep ik 's nachts niet. Dat was heel gek. Met Sonneveld was dat ook zo en met Toon Hermans was dat ook zo. Ons gymnasium, dat stond naast de Schouwburg. En vanuit Nederlands 2, waar je dan les kreeg van meneer Gene, kon je zo links kijken naar de decor-ingang van de Schouwburg. En dan zag je hoe die decors van Wim Kan of Toon Hermans of Sonneveld werden binnengetakeld. En dat droomde ik ervan. En die ging er altijd heen. En zolang die mensen in de stad waren, ja, dat was iets. En toen heb ik eens een keer dus trillend van eerbied, een zenuwen, een tekst hem aangeboden. En toen kreeg je daar reactie op. Ja. Een hele genuanceerde reactie van dat is goed en dat is niet zo goed en dat is een beetje te beweerderig en dat zou ik een beetje zo doen. En helemaal hele exacte dingen had hij dus, wat Wim Kan nog steeds heeft. Dan gaat hij tot in finesses heel diep op iets in. Het interesseert hem namelijk. De ander interesseert hem, heel gek. En daar heb ik zeer veel aan gehad. Omdat je natuurlijk zo ontzettend heilig tegen Wim Kan opkijkt dat alles wat hij zegt, wat hij ook vaak wel tegen zichzelf zegt. Hè? Want mensen praten vaak meer tegen zichzelf als tegen de ander. Hij zei bijvoorbeeld, liedjes kunnen nooit kort genoeg zijn. Er is nog nooit een liedje op de wereld geweest dat te lang was. Nee, sorry, dat te kort was. Ja, dat zal hij wel tegen zichzelf gezegd hebben, omdat hij zelf vaak wel eens lange liedjes heeft gezongen. Maar ik als student nam het heel serieus op. Dat zijn, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, onbewust wordt daar het fundament gestort voor de normen waarop jij gaat schrijven. Mm-hmm. En dat is gewoon in die tijd gekomen. En dan ging ik dus weer in die trein zitten met de WWW, zei ik dan altijd. De wijze woorden van Wim. En dat ging dan heel zorgvuldig bestuderen thuis en in praktijk brengen. Maar die grote drie zijn voor jou ook wel een beetje de toetssteen geweest waardoor dat cabaret omhoog gekomen is. Ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Ik bedoel, iemand als Sonneveld, die, behalve dat hij een geweldig artiest was, een enorm veelzijdig artiest was. Hij zong schitterend, hij hield schitterende conferences, hij typeerde, hij danste. Hij was echt amusement met enorm veel smaak. Maar afgezien daarvan was Wim Sonneveld, dacht ik, ook voor ons allemaal een beetje het vak. Mm-hmm. Hij zat als een soort spin, zou je kunnen zeggen, in het web. Die man had overal lijnen naar iedereen. Als je Sonneveld noemt, dan kun je een heleboel andere namen om die man heen noemen. En toen hij overleden is, heb ik altijd het gevoel gehad dat ergens het hart van ons vak verdwenen is. En dat er toen ook iets gebeurd is, waardoor het zich nu op een andere manier weer groepeert. Dat kan natuurlijk in verbeelding zijn, maar ik geloof dat die functie had die man. Hele bijzondere man geweest. Ik heb op een hele vreemde manier met die man gewerkt. Altijd niet even leuk, maar toch altijd zeer interessant. Het was namelijk zo dat ik de musical My Fair Lady mocht vertalen. En daar was Sonneveld helemaal niet zo voor. Sonneveld speelde professor Higgins. En ik was een snotneus van 18 jaar. En ik ging die My Fair Lady dan vertalen. In opdracht van meneer Meerburg, de producer. En Sonneveld, die zag dat niet zitten, want die moest die teksten van dat studentje uit Groningen zingen. Dus er kwam een soort spanning tussen ons meteen. En dat is heel langzamerhand is dat omgeploegd in vertrouwen in mij. We hebben heel veel samen ook aan die tekst gewerkt. En toen heb ik die man dus erg goed leren kennen. En gevoeld dat deze man een theaterbeest puur sang was. En ik geloof dat ik in die tijd ook erg veel geleerd heb van Sonneveld. Ja, dat is nou helemaal zo. Maar als je nou naar al die teksten terugkijkt van vroeger, welke teksten van vroeger zijn dan eigenlijk nu nog blijven staan? Ja, er zijn natuurlijk een heleboel teksten die omvallen, hè, na een tijdje. Mm-hmm. Want er zijn wel liedjes, er zijn wel tekstjes, maar die blijven toch een beetje hangen in het studentensfeertje. Dat is toch nog niet iets. Maar het allereerste liedje dat echt iets was, waar de mensen een zwak voor hadden, dat was het liedje De Kip in Parijs. Oh, ja. De Kip in Parijs. Vreemd liedje met een heel vreemd beeld. Wat misschien helemaal niet klopt. Maar dat was voor de eerste keer voor mij het gevoel dat artistiek bezig zijn niet alleen maar een optelsom is van 1 en 2, maar dat 1 plus 1 meer is dan 2. Want je kunt als tekstschrijver nog zo je best doen. Je kunt als tekstschrijver nog zo alles organiseren. En voorbereiden en herstellen en veranderen. Maar dat het iets wordt, dat is altijd een wondertje. Iets uit niets. Dat het een leven gaat leiden buiten jezelf om. Dat het wegdrijft. Dat je iets gepakt hebt uit de atmosfeer. En dat je ergens een soort middelaar bent geweest en het alleen maar opgeschreven hebt. Dat gevoel heb ik met het hele merkwaardige liedje van die kip in Parijs. Want wat is er nou een idiote geschiedenis? Een kleine kip, ze heette Mies, uit Barneveld. En haar grootste droom was om met een haan, Jean Lecoq, naar Parijs te gaan. Wat is er mooier voor een kip dan door Parijs te dwalen, met Jean Lecoq als vrij en met gezel. Wat is er mooier dan dat hij fluistert op de Place Vigale, tu es belle, ma petite poule, tu es belle. Wat is er mooier dan te slenteren samen langs de Seine, met aan je linkervleugel Jean Lecoq. Wat is er mooier dan met hem Parijs te gaan verkennen. Une petite poule à Paris, toc-toc. Er zongen vogels in het Bois de Boulogne. Er waren duiven voor de Notre-Dame. En in de opera rook het naar eau de Cologne. En hij nam me mee uit eten, hij nam me mee uit dansen. Hij zorgde voor een eeuwige romance. Hij kiekte Mies aan de oever van de Seine en zei toen guitig: mise en scène. En hij lachte zo ondeugend, zo betoverend, zo veroverend, dat ze bloosde, heel erg diep, heel erg rood. En de buitenlandse vriend in de blanke vleugels sloot. Wat is er mooier voor een kip dan door Parijs te dwalen, met Jean Lecoq als vrije metgezel. Wat is er mooier dan dat hij fluistert op de Place Pigalle, te bel, ma petite poule, te bel. Wat is er mooier dan te slenteren samen langs de Seine, met aan je linkervleugel Jean Lecoq. Wat is er mooier dan met hem Parijs te gaan verkennen. Une petite poule à Paris, toc-toc. Maar op een avond, in een onbekend cafeetje, deed hij vreselijk aardig voor een andere soort poel. En tegen Mies verkoelde hij een beetje. En die andere poel, dat was een lorhen. Heel opgeverfd en zwoel. Dat was nou echt wat je noemt een zondepoel. Mies huiverde en kreeg een beetje kippenvel. Hij zou toch wel, hij zou toch wel, hij zou toch wel. Maar ach, die angst verdween al snel, want hij lachte zo ondeugend, zo betoverend, zo veroverend, dat ze dankbaar dacht: wat fijn dat ik geen lor ben. Maar op een morgen was hij weg, helemaal weg, met Sophia Lorhen. Wat is er triester voor een kip dan door Parijs te dwalen, zo eenzaam en berooid als een clochard. Het was er triest dat ze de reis naar huis niet kon betalen en de treinen zag vertrekken zonder haar. Wat is er killer dan te slapen onder bruggen aan de Seine en niet in het warm en veilig kippenhok. Ach, jij Barneveld, waar de kippen rennen, naar de kippen rennen. Pauvre poule à Paris, toc-toc. De eerste helft van de jaren 60 bracht een herleving van het Nederlands chanson. Zij het dan voorlopig in een tamelijk kleine kring en voor een redelijk elitair publiek. Het cabaret ging steeds meer in de belangstelling staan. En er was ook een aanzienlijke verbreding in de basis. Dat wou zeggen dat steeds meer mensen een leuke hobby vonden in het maken van cabaret. De studenten-grammofoonplatenindustrie was alweer verdwenen, maar had zijn functie gehad. De grote grammofoonplatenmaatschappijen waren nu ook geïnteresseerd geraakt in andere cabaretgezelschappen dan alleen de grote drie. Maar voor wie in Nederland wou zingen over moeilijke dingen dan Ik hou van jou, zoals een zekere Peter Blanker met het lied Houten Poot, vond voorlopig nog in België een veel gewilliger oor. In een dorp aan de zee stond een kroeg aan de zee waar men wijn schonk van het edelste rood. In een hoek stond iets raars, het was een stok met een laars en dat was een houten poot. En de waard zei, die was van een zeekapitein die al eeuwen te gast is bij Magere Hein, maar zijn been mag er echt nog wel zijn. Men liet het been daar maar staan en geen mens kwam er aan, daar de waard dat een ieder verbood. Als er een vreemdeling zat en die vroeg wat is dat, dan riep iedereen houten poot. En de waard zei, die was van een zeekapitein die al eeuwen te gast is bij Magere Hein, maar zijn been mag er echt nog wel zijn. Op een dag met slecht weer ging de zee zwaar tekeer en drie vissers durfden niet naar hun boot. En ze goten te veel edelvocht door hun keel en ze wilden die houten poot. En de waard zei, die was van een zeekapitein en nou is die alweer enkele jaren van mijn. Laat nou staan daar, hij staat daar toch fijn. Maar de wijn zat hen te hoog en ze hadden geen oog voor dit zeldzaam antieke kleinood. En ze smeten ermee wat nog nooit iemand deed met die kostbare houten poot. En de waard riep, die was van een zeeofficier, geef in godsnaam dat kostbare ding nou weer hier, drinken jullie je wijn en je bier. Maar toen deed het reliquie iets heel naars voor die drie, want het sprong plotseling rond op zijn poot. En ze kregen een schop met een laars voor hun kop en toen waren ze hartstikke dood. En de waard zei, dat was wel goed bedoeld kapitein, maar jouw geest moet in het vervolg zo opvliegend niet meer zijn. Want wie betaalt nou dat bier en die wijn? Wie betaalt nou dat bier en die wijn? De tweede helft van de jaren 60 bracht een wonderlijke wereld. Nieuwe woorden als ludiek en uitdrukkingen als te gek en weet je wel, de Provo-beweging, later kabouter en witte fietsenplan. Het was een inspirerende periode met een hoos van nieuwe ideeën en muziek en een overvloed van vrije tijd, wat voor sommigen een probleem werd. Amerika voerde een oorlog voor het Vrije West in Vietnam. Langzaam drong in Nederland de weerzin voor dit zinloze geweld door. De tv bracht de wonderlijke wereld bij iedereen thuis. Het was een wonderlijke tijd waarin een klein land groot werd in de voetbalwereld. We hebben die vlag voor het doel gelegen en ook van halleluja. En elk stukje van die vlag die hebben we zitten zoenen. In Milaan kreeg u de cup, maar wat zou u het liefst met de cup willen doen nu die hier is? Nu die hier is? Nou, ik zou het liefst mijn bed erbij zetten en één nog er lekker bij gaan slapen. Zo mijn arm houden. Zo lekker helemaal lekker vasthouden, hè. Dan kan ik je zeggen, van ik heb de hele nacht met die cup zo lekker in mijn armen gelegen. Al vloeien ook de tranen door de straten dag en nacht. En loeien vaak de vlammen met meedogenloze kracht. Toch zal ik blijven zingen in het oor van jong en oud. De wonderen der wereld zijn nog immer menigvoud. De wonderen der wereld zijn nog immer menigvoud. Waarom zou het in een tijd dat de maan inderdaad onder bereik ligt nu niet mogelijk zijn dat twee landen die allebei goede wegen aanleggen, ik bedoel Nederland en Frankrijk, dat die samen dus een groot geasfalteerd vierbaans viaduct over België heen zouden bouwen. Ik geloof dat veel naar Frankrijk reizende automobilisten daar erg veel plezier aan zouden beleven. De gruwelijke Vietnamoorlog bracht in de wereld een generatie in beweging. In Nederland zongen Armand en Boudewijn de Groot, geïnspireerd door Bob Dylan, hun protestliederen. Een reactie op de walgelijke Vietnamoorlog was de Flower Power-beweging. In Amsterdam ontstond de Oranje Vrijstaat. Amsterdam werd het centrum van de Melkweg en later van de Kosmos. Talloze damslapers en duizenden jongeren die naar Amsterdam trokken. Amsterdam, het paradiso. Amsterdam, de navel van de wereld. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die weke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Wat het leven voor mij betekent? Dat is een moeilijke vraag. Nou, antwoorden stormen mijn hoofd binnen. Ik amuseer me dolletjes. Morgen is het feest. Haal je smoking uit de kast en kijk eens of je nog wel past, want morgen is het feest. En heb je niet zo'n ding, neem dan je oude jasje maar, een schone broek en dan een paardje sokken dat niet stinkt. Morgen is het feest, je moet je nodig scheren, je bent nu lang genoeg smerig geweest. Morgen is het feest. Gisteren was treurig, vandaag is al wat fleuriger en morgen is het feest. Schuif je favoriete taartdeeg in de oven, je zult het niet geloven, maar vandaag mislukt ze niet. Leen dan van je buur wat geld om bier te kopen, van wijn word je bezopen en champagne is te duur. Morgen is het feest, het wordt gewoon een wonder, waar zelfs een hypochonder van geneest. Morgen is het feest, gisteren was treurig, vandaag is al wat fleuriger en morgen is het feest. Kijk je horoscoop, voorspelt de mooiste dingen, waarop jij zelf als tweelingen in lang niet had gehoopt. Misschien wordt een steenbok plotseling verliefd op je, dus neem een bad en schrop je rotboerschoon tot op het been. Morgen is het feest, misschien ontmoet je Christus, Krishnamurti, de heilige geest. En mislukt het feest, dan is nog niemand overboord. De vooravond is ongehoord beloftevol geweest. Ging in het begin van de 60e jaren het cabaret nog over onschuldige onderwerpen zoals obers, meisjes, studenten. In het midden van de jaren 60 waren de onderwerpen al heel wat harder geworden en maatschappijkritischer. Milieuvervuiling, de oorlog in Vietnam waren belangrijke inspiratiebronnen geworden. Maar ook taboes zoals bijvoorbeeld het vorstenhuis, de dood en de kanker zouden tot de gewone cabaretonderwerpen gaan behoren. Het luisterlied was ook sterk in beweging en aan het veranderen. Onder invloed van de popmuziek en met name de Beatles was het allemaal wat ritmischer geworden, minder elitair en voor meer mensen toegankelijk. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg, waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen, die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen, voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, die mag. Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten dat ik tranen om jou ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad. Ouders is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen groot te worden zonder diepe rouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden, alle drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft.